jongens en meisjes, het is Corine Oranje, jullie schoolschrijver. En ik ben nog steeds niet bij jullie in de klas. En jullie zitten ook nog steeds niet op jullie nieuwe school. Super jammer natuurlijk. Maar we gaan gewoon door met een nieuwe schrijf- of tekenopdracht voor jullie. Jullie gaan even kijken zometeen naar een filmpje. En sommige van jullie hebben dat filmpje al eerder in de klas met mij gezien. Het gaat over Lucy. En Lucy die logeert met haar zus en haar twee broers bij een oude professor op het platteland. En daar moeten ze logeren, want het is oorlog en het is niet meer veilig in de stad. Nou, het is helemaal niet leuk om bij die oude professor te logeren. Er is helemaal geen speelgoed, er zijn geen leuke dingen in huis en het regent buiten. Het is echt heel slecht weer. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je verstoppertje doen. En Lucy die komt in een kamer die ze nog niet eerder heeft gezien. En in die kamer ziet ze een kast waarin ze zich kan verstoppen. Dat was het filmpje. En nou ben ik heel benieuwd of jullie ook zoiets zouden kunnen bedenken. Stel je voor dat je verstoppertje doet en je stapt in een kast. En aan de achterkant van de kast zit geen wand. Nee, je kunt er gewoon doorheen stappen. En dan ben je ineens in een andere wereld. Hoe ziet die wereld eruit? Wat gebeurt daar? Jij mag er een tekening van maken. Ik ben heel benieuwd. Veel succes. Doei.